iedereen, Toadlover23 met een nieuwe video. En deze keer gaan wij de derde video maken van Unfair Mario. Wat hebben we er weer zin in? We gaan beginnen bij level 4. Dus ja, net zoals vorige aflevering, weer vol goede hoop. En we gaan het gewoon proberen. En we gaan... Oh, dat is echt gemeen. Oké, we weten dus dat we over de brug... Wat? Hoezo? Oké, we moeten dus over de brug proberen heen te springen. En dat is nog vrij lastig. Alleen kun je niet... Volgens mij kun je ook in het midden van de brug staan. Ja, je kunt ook in het midden staan. Mooi. Ah, hier komen weer spikers. Oh, ik wist het. Echt voorspellende gaven. Oké, hier in het midden van de brug. En dan hier overheen. En dan komen hier spikers. En... Nee, wat? Oh, ja, zeg dan even dat dat naar beneden valt. Oké, in het midden van de brug. Hier, dit valt naar beneden. Daar valt spikers. En... Oh, nee! Hoezo daar ook? Oké, we weten dus nu. Daar zitten spikers. Nou, het is... Nu moet ik... Nee! Ah, nee, die spijkers. Oké, spijkers niet vergeten. Kan ik trouwens tussen dat... Oh, ja, dat moet helemaal niet. Kan ik trouwens tussen dat spijkers en dat valgedeelte in... Ah, die brug is irritant. Oké, we moeten dus zo over de brug heen springen. Nice. Oké, en nou moeten we dus... Ik denk gewoon over die... Over alles en iedereen heen. Ja, oké, mooi, netjes. Oké, dan moet... Wat? Hoe kom je daar nou weer langs? Echt... Dit is een van de moeilijkste levels, heb ik me laten vertellen. Dus ik ben benieuwd. En, oh, ja, ik kom nu niet eens voorbij de brug. Dus dat gaat al helemaal lekker. Oh, het begint weer, jongens. Ik vind het wel leuk. Ik probeer het leuk te vinden, maar het is gewoon nogal irritant. Oké, nu moeten we dus... Kunnen we hier ook door... Ja, nice. Ja, dat had ik even... Mooi in de... Nee, moet ik... Oké. Oh, zullen we hier boven of onder langs? Ik ga onder. Yes, de goeie. Oh, jongens. Nee! Nee! Oké, dus zo. En dan in het midden van de brug. En dan hier overheen. Dan daar overheen. En... Oeh, dat scheelt. En dan moeten we hier doorheen. Dan moeten we even... Oh, nee. Voorzichtig. En dan moeten we... Ja, oké. Nu moeten we hier dus onderdoor. En... Nee, voorzichtig. Kan ik op die eerste staan? Oeh. Oké. Nee! Spijkers! Oh, dit is echt irritant. Oké, nou, kom op. We kunnen het wel halen. We zijn hier pro in. Maar niet heus. Nee, oké, dat ging niet zo goed. Oké, dus ik snap het op zich wel, dit level. Dit level is een irritant... Rotte. Oké, nou, kom op, jongens. We kunnen het. Deel 3, weer vol goede moed. En nu eroverheen. Ja, netjes. Dan hier doorheen. Dan even dat blokje moeten we even pakken. Zo. Huh, waar is dat? Ah, oké, ik heb een blokje. En nou... Oké, nou zijn we hier weer. Nou moeten we dus hier... Oh, ja, zo. En dan moeten we dus over deze heen... Hoe is het mogelijk? Oké, nou zo, hier in het midden. Huppakee. Ik ben benieuwd of ik de 2 levels haal in deze episode, jongens. Nou, hier gaan we staan. Hier overheen. Hier doorheen. Op zich, het gaat nu wel redelijk goed. Maar nou moet ik... Oh, ik weet niet hoe ik dit voor elkaar wil krijgen. Maar kan ik niet... Oh, misschien moet ik in die tweede. Dat is op zich wel een goed idee. Dus even in het midden. Dan hier even heen. Dan... Nee. Echt, Cat Mario is nog minder erg. Oké, nou, dit gaat goed. Nou moeten we hier overheen springen. Hier doorheen. Hier onderdoor. Oké, dit gaat op zich wel goed. Nou kunnen we hier gewoon... Nee, baat! Jongens. Dit is echt een verschrikkelijk spel. Maar goed, we gaan het gewoon doen. En we moeten dit spel voltooien. Ook al zullen we er 100 jaar over doen. Oké, nou moeten we dus zo... En... Oh, nee! Kom je daar ooit langs? Oké, midden van de brug. Ja, netjes. Ja, dit gaat goed. Nou hier overheen, netjes. En nou moeten we dus oppassen. Nou moeten we dus... Ja, goed zo. Deze ging goed. Misschien moeten we nu... Ja, night. Ah! Oh, nee! Oh, dat meen je niet. Oké, ik weet nu wel hoe het moet. Dus dat is op zich wel nice. Oké, hier moeten we overheen. Oeh, dat ging maar net goed. Je moest gewoon... Was ik even vergeten. Nou moeten we dus gewoon op die eerste kort springen. Ja, netjes. Dan moeten we in die tweede moeten we... Ja, netjes. En nou springen. Pak de vlag. Yes, checkpoint, jongens. Dat is al het halve werk. Snap je? Ik weet niet of het op health zit, maar... Ah! Oh, wie doet nou zoiets? Oké, hier kan ik opstaan, toch? Ja, en hier kan ik ook... Nee, daar kan ik niet op... Oké, daar kan ik wel opstaan. Had ik niet van... Ik spring hier mooi over... Oké, dit gaat goed. En nou gewoon springen. Nee. Ik had dat op zich kunnen weten. Maar goed, dit is... Nee, hoe? Daar red ik me uit de val. Dat gebeurt ook niet vaak. Oké, kan ik hier opstaan, alsjeblieft? Oh, voorzichtig. En nou moeten we dus
niet al te ver springen, maar gewoon hier. En nou kunnen we hier doorheen. Ja, op zich. Nee! Dat zijn stekels. Oké, dan moeten we dus er dus overheen. Ik dacht even dat we daar konden staan, maar dat kan natuurlijk niet, want bij Unfair Mario kan niks. Oké, wel voorzichtig, want er kunnen hier allemaal traps zitten. Ik heb misschien... Oh, ja, dat blokje moeten we hebben en dan moeten we hierheen springen en... Oh, misschien moet ik... Oké, dit gaat... Nee, daar kunnen we niet... Ah, nee! Oké, hier... Nee, niet weer die trap! Oh, jongens. Ik zal zo blij zijn als ik het level haal, hè. Oké, hier overheen. Ik weet dat er onder vast wel wat traps zitten. Dan gaan we dus hier overheen. En dan moeten we dus hier... Wat? Dat is echt gemeen! Ach ja, maakt niet uit. Nee! Niet weer dezelfde trap. Oké, nou hier gaan we gewoon heen. Zo, up. Dit gaat goed. Dit gaat voortvarend, kom op. Oké, nou kunnen we een hele grote jump maken. Nee, we kunnen daar echt niet... Ah, nee! Vergeten. Oké, dus we hebben al echt heel veel deaths gehad, jongens. Dat is echt niet normaal. Oké, nou dit is in ieder geval niet zo moeilijk. Hier moet je gewoon overheen rushen. En dan moet je hier gewoon... Nee! Dat blokje, vergeet het nou gewoon. Nee! Ah! Jongens. Oh, echt. Ik weet niet of ik deel 4 nog doe. Ik haat dit zo. Maar goed, ik... Op zich is het ook wel weer leuk, maar het is gewoon zo lastig. En... Oh nee! Hoe zitten daar nou stekels? Hoe kom je daar ooit langs? Oh. Ah, nee! Oké, gelukkig. Hoe, dat scheelde echt niet veel. Kan ik hier ook om... Nee, natuurlijk kan ik daar niet onderdoor. Oh, jongens. Dit is gewoon echt help. Dit is echt niet leuk. Ik echt... Nee! Oh, dit is echt het irritantste level wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik ben wel verder dan Zelda player. Dat is best wel gaaf. Maar goed, dit is echt een level die je gewoon niet wilt betreden. Dit is gewoon echt een verschrikkelijk level. Maar goed, we... Oh, oké, dat ging nog goed. Nu moet ik hier overheen springen. En nou moet ik dit doen. Ja, daar is de... Oh, nee, daar is de finish. Ah, nee. Yes, ik heb het level gehaald. Oh, dat was een hele opgave. Maar we hebben level 4 gehaald. We doen nog één level. Level 5. I will kill you. Ja, dag. Oh, ja, tuurlijk gaat hij me killen. Dead again. That's not fair. Let's send you to the next level. Wat? Heerlijk dan. Ik snap het nut er niet van hem. Maar goed, ik ben bij het volgende level. Wat? Je moet juist op die boel of zo. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten. Maar goed, we hebben het level gehaald. Nou ja, dan doen we nog een level, want dit is wel heel kort. Tuurlijk zijn daar stekels, wat dacht jij? Oké, ik moet hier gewoon heen. Ho, 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 ho! Oh, echt overal zijn stekels, hè? Dat is echt niet normaal. Oké, ik moet hier gewoon... Oh, nee! Hoe kom ik daar nou langs? Oké, als ik nou gewoon zo... Nee! Hey. Weet je, ik heb een beter idee. Ik ga gewoon zo heel hoog springen en... Nee, daar kom ik niet. Hoe vaak kun je doodgaan op hetzelfde plek? Ik sta! I'm standing! Ho. I'm not standing anymore. Oké, ik kan dus hier blijkbaar staan. Dat is best wel nice. En dan kan ik zo over die spijkers. En kan ik hier... Och, nee hè. Daar moet ik dus overheen. Oké. Je begint het spel wel een beetje te snappen als je het een beetje door hebt. Nee. Ook als je door hebt, faal je nog 100.000 keer. Probeer het maar! Probeer het zelf. Neem het op video op en stuur het naar mij toe. Dan kan ik ook zien hoe jullie lijden. Oh, wat is dit erg. Oh, ik ga zo echt stoppen, jongens. Dit is gewoon niet leuk meer. Ik vind het echt gewoon niet leuk meer dit. Oké, ik moet hier dus overheen, blijkbaar. Ik moet hier gewoon... Ja, tuurlijk! Dat blok! Waarom valt dat blok? Waarom? Ik zie het nut er gewoon niet van in. Ah, nee! Oké, nou, hier kunnen we overheen springen. Nee! Ik ga dit level niet afmaken, jongens. Dit duurt me veel te lang. Oké, we gaan hier overheen springen. Nice, hier. En dan moeten we nu dus... Ja, ik heb echt geen flauw idee hoe je hier... Ik ga wel zo. Oh, nee. Ja, ik had dat kunnen weten. Dat ding valt natuurlijk ook naar beneden. Dat is best wel logisch. Als ik nou even... Oh, ik heb denk ik een idee. Als ik nou zo... Oh. Ah! Daar is ook maar een heel klein plateauotje op te staan. Dat is echt niet normaal. Oké, dan ga ik hierheen springen. Ja. Oké, dan ga ik hierop springen. En dan probeer ik dat andere... Nee! Hoe haal je dit ooit? Ik snap het gewoon niet. Oké, nou, kom op. Nog één poging gaan we doen, jongens, om dit te halen. En anders, forgot it. We gaan het anders echt niet meer halen. Oké, kunnen we hier... Ja, hier kunnen we tenminste veilig staan.
Jongens, 109. Weet je, we stoppen bij de 200 death. Dan is het rage quit. Dat is echt linearecte rage quit. Dat zal ik jullie wel vertellen. Echt, dan doen we echt rage quit. Dan is het gewoon niet leuk meer. Dus hier kan ik wel veilig staan. Mooi. Weet ik dat tenminste. En, nee. Oh. Oké, hier kunnen we... Nee. Oh, wacht. Ik heb misschien een idee. Als ik nou zo, en dan zo, en dan... Nee, en dan, ja, dan moet je daar... Oké. Ja, ik heb het door. Ik heb Cat Mario door. En dan moet ik hierheen springen zo. Ja. Hierop. Hierop. Oké, nou, kom op. We kunnen het nu, jongens. We weten nu hoe het moet. Nee, maar we doen het niet goed. Oh, jongens, ik bedank jullie voor het kijken. We moeten nog 5 keer doodgaan. Misschien halen we 5 keer dit stukje nog. Ik haat dit. Weet je hoe moeilijk dit is? Weet je hoe ver ik gekomen ben in Cat Mario? Dit is definitief het einde van Cat Mario. Misschien ga ik dit ooit nog terug laten komen. Maar voorlopig zit Cat Mario er echt niet meer in. Sorry. Het is gewoon te frustrerend. Oké, nou, ik kan deze jump halen. Het is gewoon ongelooflijk. We hebben nog 3 levens, jongens. Kom op. Dit stukje zullen we nog gaan halen. Nee! Ah! Dit vinden jullie leuk, hè? Mijn geleed. En, geleed, potigen. Oké. Kom op. Nee, alsjeblieft. Ja, nee. Hoezo is die sprong zo lastig? Oh, die is helemaal niet lastig. Oké, nee, ik ga niet. Ja, oké. Oh, ik ga rage quitten, jongens. Echt serieus. Bedankt voor het kijken. Ik heb veel Cat Mario gespeeld. Maar dit is wel irritantste Cat Mario die ik ooit in mijn leven gezien heb. Bedankt voor het kijken. De derde episode 200 death. Ik ga misschien ooit nog eens Cat Mario doen, maar ik ga hier eerst van rusten, want hier ben ik wel een paar weken. Echt helemaal trillig van. Weet je, ik hoop jullie zien bij de volgende aflevering en dan is het voor nu klaar met Cat Mario. En hoop ik jullie te zien. Nee, ik wil geen more games. Ik wil zeker geen more games doen. We zitten op de helft van Cat Mario, de andere helft doen we, ja, ik denk over een maandje of zoiets. Ik ga lekker weer Minecraft uploaden en ik hoop jullie zien bij de volgende aflevering van Minecraft. En misschien Cat Mario over een maand, dat zien we wel. In ieder geval, ik hoop je het nou allemaal te zien. En dan zeg ik jullie allemaal, doei!